Dag kijkers, exact 2 maanden na de verkiezingen heeft Vlaanderen een nieuwe regering. Minister-president Geert Bourgeois en zijn ploeg hebben de eed afgelegd. Naast Bourgeois telt de regering 8 ministers, evenveel mannen als vrouwen. En slechts 1 Limburger, Jo van Deurze. Meer dan ooit zal hij als eind dit jaar Fort Genk sluit de Limburgse belangen moeten verdedigen. De tandem Lieten van Deurze is niet meer. Lang leven het duo Peumans van Deurze. Voorzitter Jan Peumans verwelkomt de nieuwe Vlaamse minister-president Geert Bourgeois in zijn huis. First floor. Ze zeggen dat toch, hè? Nee? De eedaflegging is voor Geert Bourgeois en zijn N-VA een ware triomf. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van Belgische Bond. Maar de grote euforie is er niet. Wel het besef dat we voor harde tijden staan. Met zoenoffers voor alle Vlamingen. Felicitaties van oud-collega Ingrid Lieten. Zij is er niet meer bij en zo telt Limburg een minister minder. Geert Bourgeois is bezorgd om Fort en herhaalt wat in het Vlaams regeerakkoord staat. Het zelke moet uitgevoerd worden. Wij zien dat LRM goede inspanningen levert, goede investeringen doet om die economie een stimulans te geven. Dat zal ook nodig zijn met dat drama dat zich voltrokken heeft. We zijn een beetje ongerust in Limburg. Oh, mijn ervaring zegt mij dat de Limburgers altijd goed vertegenwoordigd zijn. Ook al is het maar met 1 minister. Die Limburgers weten best het Limburgse belang te verdedigen altijd. Ik denk wat Limburg betreft zal dat wel heel duidelijk de bedoeling zijn. Ik heb dat trouwens gisteren al heel kort met de nieuwe minister-president over gehad. En ik ga dus wat dat betreft de Limburgse dossiers van dichtbij opvolgen. En dan is het aan die ene Limburger in de Vlaamse regering om de eed af te leggen. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische Bond. Stil aan een oude rot in het vak en altijd even plichtsbewust. Jo van Deurze mag zijn kunstje op welzijn nog eens voor 5 jaar overdoen. Dus dat voelt aan als overtuigd dat we echt wel goede dingen gaan kunnen doen, maar ook bewust van de verantwoordelijkheden die er zijn. En ook naar de provincie Limburg kijkende, we beseffen maar al te goed voor welke grote uitdaging we staan de volgende jaren. Ik denk dat Jo en ik wat dat betreft elkaar op de meeste terreinen elkaar echt wel goed verstaan. En ik denk dat het misschien wel zinvol is dat ik regelmatig met Jo van Deurze overleg heb over een aantal Limburgse dossiers. Dus, en die samen met Jo moet verdedigen ten opzichte van de rest. Tegenover Geert Bourgeois. Geert en de vrouwen. En zijn 3 vrouwelijke vice-minister-presidenten. Holmans, Krevits en Turtelboom. De 2 Limburgers zullen hun mannetje moeten staan. Na het fotomoment gaat het voor Van Deurze naar de eerste korte bijeenkomst van de nieuwe Vlaamse regering. Dan begint uiteraard het werk, het kabinet samenstellen, de eerste teksten maken, kijken hoe we omgaan met de budgetten. Dus dat is voor de volgende weken. Uiteraard daartussen een klein beetje vakantie om toch even te recupereren.